C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brûlait. In mijn Brusselse wijk zag ik hem plots staan. Willem Frederik Hermans. Hij wierp zijn blik op de worsten. In alle soorten en maten. Zo herinnert Geert van Nistendaal het in zijn prachtboek wat hij schreef over Brussel. En daarin wijdt hij een apart hoofdstuk over Nederlandse schrijvers die zich hier in Brussel thuis voelden. Brussel is weliswaar dichtbij, maar voor heel veel Nederlanders exotisch. Deze stad heeft chaos en grandeur. Ballingsoord, waar ik mij thuis voel. Als Hollandse barbaar tussen al die niet bestaande Belgen. De Brusselaars vormen voor mijn gevoel het aardigste volk ter wereld, schreef Hermans. Wat is het toch dat deze stad bijzonder maakt? Brussel, dat is toch Europa's ambtenarenhoofdstad? Met strenge eurodames en dito heren in krijtpak? Hoog tijd dat ik mijn klauwen voortaan op andere wijze uit de mouwen schud van dit verschoten krijtstreeppak met veel te strak Amerikaans geknoopte das van moszacht astrakaan. Ver verwijderd van die krijtstreeppakken woont dichter Serge van Duinhoven in Volkswijk de Marolle. Zijn optredens in Brussel zijn inmiddels legendarisch. Een Nederlander, ja. Maar die Serge heeft ons heel goed begrepen, vinden de Brusselaars. Hey Tijn. Hey. Een mooie dag uitgezocht, of niet? Serge. Nou. Alain. Alles goed? Mijn copain. Eigenlijk alles wat je hier ziet is een creatie van Alain zelf. Alain heeft, comme Dieu dans la création, hier overal de hand in gehad. Van de kipkap tot het brood, tot de gerechten die hij maakt. Alles maakt hij zelf. In Brussel, en dat is het, denk ik de kern van het geheim van Brussel, is dat iedereen hier een vreemde is. Iedereen is hier van elders. Ook de Brusselaars zelf zijn een minderheid. Hier weet je niet wat de ander is. De ander kan van overal komen. Het is ook een beetje, wat dat betreft, een beetje heeft het New Yorkse trekken, Brussel. En dat vind ik heerlijk. Dat iedereen, dat creëert een soort van dynamiek. Een Noordse Brabander, wandelend en slapend over de breuklijn. Terwijl de aarde zachtjes trilt en de lucht verschiet. Ik blijf hier maximaal 2 jaar als experiment. Zo had ze zich voorgenomen. Maar inmiddels woont kunstenares Manon de Boer hier al bijna 20 jaar. Op Brussel raak je nooit uitgekeken, zegt de Nederlandse. In Brussel lijkt het alsof iedereen buitenlander is. Want zelfs de Franstaligen zijn niet de meerderheid in Brussel. Dus ik denk dat dat een gevoel geeft van dat je eigenlijk heel erg jezelf kan zijn. Maar ik denk wel dat Brussel een stad is waar je elkaar kan vinden. Sylvia heb ik in Brussel leren kennen. Maar heel snel daarna is ze eigenlijk weer terug naar Amsterdam verhuisd. Je vindt elkaar in de cafés, maar het is niet. Ik denk niet dat ze het gevoel hadden dat gelijk iedereen erop keek van, oh ja, Sylvia en Christel en Willem-Frederik Hermans zitten daar samen in het café. Er zijn hele mooie plekken in Brussel, maar je moet ze ontdekken. Even vragen. Tje, is dat goed? Kom je? Cinq? De ziel van Brussel, daarvoor moet je heel diep gaan graven. En moet je gaan kijken achter de deuren, op de binnenplaatsen. Die is niet zo snel te vinden als bijvoorbeeld de ziel van Wenen of de ziel van Amsterdam te vinden is in de buurt van het Leidseplein of het Rembrandtplein. De ziel van Brussel is een geheim. Overhandig me mijn papieren. Ik geef jou je sleutels terug. Een kus glijdt langs een wang. Een hand strijkt langs een rug. Verslipper al mijn foto's maar. En toe, leg mijn brieven in een la. Blijf waar je bent, mijn lief. Kom er vooral niet achter.